je hebt het gruwelijke voorbeeld van de Duitse spoorwegen die voor de transport van Joden naar de vernietigingskampen, daar moet voor betaald worden. En dan wordt er wel gestipuleerd dat het om een enkele reis gaat. Dat is vrij gruwelijk. Maar het werd allemaal heel ambtelijk geregeld. Het van Rossum, kunt u mij horen? Hey, we hebben Mees die wil wat vragen. Hoi Maarten en Tom. Mijn naam is Mees en ik heb met veel plezier naar de podcast over de historie, opkomst en ontwikkeling van de auto geluisterd. Ik heb zelf echter geen auto, maar gelukkig houd ik enorm van fietsen. Maarten, fiets jij ook wel eens? En hoe kijk je naar de opkomst van de elektrische fiets? Ik heb nu, denk ik, sinds het begin van de coronacrisis niet gefietst. Mijn fiets staat verweest tegen het tuinhekje aan. Wel op slot, moet ik zeggen. Is dit jouw fiets hier? Dat is dus mijn fiets, oh, ja. Oh, wat grappig. Ja, het is een hele vervelende fiets. Ik heb het altijd een vrij vervelende fiets gevonden. Omdat het ziet er heel instabiel uit. Omdat de versnellingsoverbrenging, met zo'n 3 versnellingsnaaf, je kent dat wel. Die zijn eigenlijk een klein beetje anders dan de standaard. Met als gevolg dat de middenversnelling, waar je normaal het meeste gebruik van maakt, die gaat voor mij eigenlijk iets te zwaar. Maar om nou steeds op dat lichte molentje daar beneden, dat vind ik ook weer niet prettig. Laat staan dat ik ooit de grootste versnelling gebruik, dat doe ik niet. Dus eigenlijk was ik van plan om een elektrische fiets te gaan kopen. Ja, voor meesten een belangrijke mededeling. Ik vind het enorm nuttige dingen. Ik heb op Tesla al meerdere malen gebruik gemaakt van een elektrische fiets. Ik moet zeggen dat het erg koud is. Oh, ja, misschien was het ook een koude dag. Ik was volledig verkild. Nadat ik ik weet niet, 40 minuten op de elektrische fiets had gezeten. Het was er een met gelimiteerde snelheid. Dus 21 kilometer per uur als ik het begon te rennen. Maar het ging prima. Ik had er alle vrede van de wereld mee. Ik werd onderweg nog gepasseerd door een oudere echtpaar. Allebei naar mijn idee een stuk ouder dan ik. En die reden met helmen op ongeveer 45 kilometer per uur. Mm. Waarschijnlijk op zo'n pedelec of hoe heet dat ding. Mm. Ah ja, die knalde je voorbij. Dat vergeet ik nog te vermelden over Duitsland. Dat die bus waarin wij reden, een hele comfortabele, prettige bus. Hele prettige chauffeur. Maar die was gelimiteerd, vertelde de chauffeur mij, op 100 kilometer per uur. De bus. Niks mis mee, toch? Daar is helemaal niks mis mee. Ik ben daar een groot voorstander van een dergelijke limiet. Je moet je denken dat zo'n ding 160 zou rijden, niet waar? Ik geloof dat die, weet ik hoeveel ton weegt. Maar je wordt af en toe gepasseerd door laagvliegende raketten. Werkt dat, er komen auto's van... Dat je denkt, is dit in godsnaam? Die rijden dus... Zeker daar in Centraal-Duitsland, waar het niet zo verschrikkelijk druk is op de autobaan. En waar ook geen snelheidslimieten zijn, want in het Ruhrgebied heb je gewoon snelheidslimieten. Ik denk dat die lui 200 rijden of zo. Ja. Over de 200. Het is ongelooflijk werkelijk. Idioot, levensgevaarlijk. Die mensen spelen met hun eigen leven. Een steen op de weg. Een overstekend konijn. Een man met een trage, zo'n campertje die plotseling met 90 naar links gaat. Je bent verloren bij die snelheden. Ja, ook als je een geweldige sportwagen hebt, je bent verloren als er bij 200 kilometer per uur iets gebeurt waar je echt onmiddellijk op moet reageren. Ja. Het is een vorm van waanzin, naar mijn idee. Maar je weet, zij staan, die Duitsers staan op het recht. Dat ze overal uit maar enigszins kan 200 kilometer per uur kunnen rijden. De politiek doet er ook niks aan. We werden gisteren nog gepasseerd door een bestelauto. Ik weet niet wat het waarschijnlijk een soort van raket-hulpmotor laten monteren. Die ook zo... Boom. Ja, het is echt... Ja, ik ben daar een falikante tegenstander van. Ja. Limiteer snelheden op de wegen. Oké. Hey, de... Handhaaf dan ook. Hè? Ook in Duitsland. Je kunt niet in een woonwijk volzetten met borden 30 kilometer en dan niet handhaven, want dan gebeurt er toch een donder. Hey, we zijn gebleven bij de autopodcast. Even een paar reacties van luisteraars. Hallo, wanneer zijn jullie nou eindelijk klaar met die godvergeten klote auto's? Dit is met dit onderwerp de eerste keer dat ik de podcast niet interessant vind. Voor de rest heb ik niets te klagen. Ik weet dat dit verzoek al eens is ingediend, maar ik zou graag Maarten willen vragen nog eens wat te vertellen over de geschiedenis van Israël, zegt Joes Wiegers, die in Sevilla in Spanje luistert. Oké, Sevilla, prachtige stad.
Maar geen autoliefhebber dus. Nee, ja, dat kan gebeuren. Dat is een beetje een probleem bij zo'n podcast. Ja, dan moeten ze even iets anders luisteren. Die breed beluisterd wordt. Misschien kunnen ze naar Bernard luisteren. Die heeft misschien wat leuks. Bernard? Ja, Hammelburg. Oh, heeft hij ook iets zo? Oh, die heeft... Die heeft ook een podcast. Ja, ik zag hem weer in New York met Rutte. Ja, die excelleerde toch in beleefdheid. En goed omgaan met de kritiek van luisteraars. Ah, oké. Okay. Ja. Wij gaan niet goed om met de kritiek van de luisteraars. Er was iemand die vond dat, daar hadden we het eerder over, die vond dat we dat niet gedegen genoeg deden. En die noemde het voorbeeld van Bernard dat we dat goed deden. Oh. En Bernard was in New York met Rutte, hè, was hij in het interviewen, zag ik. Nou, hij fijn. Ja, Rutte had natuurlijk alle tijd, want die wist hoe het drama af ging lopen. Ja, leuke podcast hoor. Laatst ging het eerst een tijd over auto's en dat interesseert me niet zo, zegt hij. Die auto's is geen toponderwerp, dat is wel duidelijk. Nou ja, dit zijn er twee die dit zeggen. Oh. Dus dat is natuurlijk niet representatief, hè? Nee, dat is het probleem. Dat is het probleem van de klagers. Ja. Je weet dat is ook daar is een term voor. Dat is de ingezonden brievenrubriek bij de krant. Ja. Je hebt de zogenaamde lastigste briefschrijver. Mensen die dus overal en altijd een brief naar de redactie schrijven. Ja. En natuurlijk is dat een piepkleine minderheid. Dat geldt natuurlijk ook voor twitteraars. Nou ja, dat geldt in feite voor al die typen van media. Het zijn natuurlijk altijd de klagers, de zeurders, de piepers. Ja. Dat is natuurlijk altijd een kleine minderheid. Maar die worden vaak toch gehoord. Omdat de mensen die tevreden zijn, te weinig laten weten dat ze tevreden zijn. Die zullen zich omdat het heel normale mensen zijn die niet de hele tijd over alles kunnen zeggen dat ze tevreden zijn. Precies. En dat betekent dat ze het vaak verliezen van die mensen die niet normaal zijn en die overal ontevreden over zijn. Ja. Kijk, dit is Mitch. Oh, kijk eens. Mitch staat in de haven. Die heeft ook een bericht gestuurd. Die zegt, beste meneer Van Rossum, naar aanleiding van uw herhaaldelijke advies om eens eindelijk iets te lezen, heb ik een boek gekocht over de Nederlandse geschiedenis. Het verleden van Nederland heet het boek. En hierbij kwam ik zomaar uw naam tegen. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn, zegt Mitch Herman. En dan staat er in het boek, hertog Karel van Gelre wist samen met zijn gevreesde veldheer Maarten van Rossum de keizer meer dan 25 jaar weerstand te bieden. Zo is het maar net, ja. Alleen heb ik jammer genoeg niets te maken met Maarten van Rossum. Nee, moet je kijken, heeft het ook zo onderstreept. Heeft er zo'n rood streepje onder gezegd. Nee, Maarten van Rossum, ja. Maar waar waren we bij de auto's? Ik weet het even niet meer. Wij hadden volgens mij de Volkswagen Voltooid. Ja. Vandaag hadden we toch afgesproken dat we niet vandaag een kort podcastje zouden doen. Nee, we doen een hele lange. Ja? Toch? Nee, of nee, weet ik niet. Zeg maar hoeveel tijd je hebt. Nee, ik heb nog wat tijd. Ik moet vanavond naar Stadskanaal. Oké, waar is dat? Stadskanaal? Ik weet het niet. Man, dat is 2,5 uur rijden. Dat ligt zuidoostelijk van Groningen. Oh jee. Dat is in de buurt van de zogenaamde Lange Leegte. Oh ja, we zouden vandaag al wat korter. Je hebt gelijk, nu weet ik het weer. Hoe lang heb je dan nog? Ik weet niet hoe laat het is nu. Nu is het 2:50. Nou, we kunnen nog wel even door, want ik heb nog wel wat restantjes, zou ik maar zeggen. Prima. Dus we hadden de Volkswagen hadden we gedaan. Ja. En daarom leek het me leuk, ook omdat ik natuurlijk net in de eenmalige DDR geweest ben, om de Trabant ook even de revue te laten passeren. Leuk. Weliswaar een heel merkwaardig autootje zonder meer, maar toch wel een interessant autootje, omdat het met heel beperkte middelen tot stand is gekomen. Daar gaat het eigenlijk over. Als mensen willen weten hoe dat zit en eens een leuk filmpje willen zien en een heleboel oude Trabanten willen zien, en alternatieve Trabanten, dan moeten ze naar een museum in Zwickau. Want in Zwickau was de fabriek, de enige grote autofabriek die in de oostelijke zone, kijk je, nu ga ik weer Duits spreken, in de oostelijke zone terecht was gekomen, was een Auto Union fabriek. Wat is Auto Union? Dat was eigenlijk een conctie van failliete autoproducenten. Dat was DKW. Dat was Audi, Horg en Wanderer. 4 stuks. Vandaar dat het 4 van die ringen zijn. He, die hebt voorop heb je ook 4 van die ringen. Ja. Auto Union. Dat waren ze allemaal bedrijven die aan het begin van de jaren 30 failliet gegaan waren. En een deel daarvan werd geproduceerd in die fabriek in Zwickau. En bij die fabriek, in de oude productie... Hal, of weet je, Hal is het eigenlijk niet, in de oude fabriek van Audi, is een bijzonder aardig automuseum. Waar een hele reeks van bejaarde Horg, ja je weet, Horg betekent luistert, Audi betekent ook luistert. Dat komt omdat de meneer ooit een fabriek had opgericht, waar de Horg gemaakt werd. En toen is die fabriek zelf kwijtgeraakt, dus die had een nieuwe fabriek gewonnen en dacht, dan geef ik dezelfde naam maar in een andere taal.
Audi. Latijn, nou, hè? Het was Latijn, ja. Luistert. En dat is een buitengewoon aardig automuseum, moet ik zeggen. Ze hebben twee van die hele merkwaardige auto Union race auto's van de jaren 30. Zien er echt prachtig uit. Ook al vrij spectaculair beleerd. Maar de hele collectie is in topvorm. Ik dacht eigenlijk, zodra het publiek verdwenen is, wat gering in aantal was, dan rukken al die lui die hier werken, die rukken uit met poetsdoeken. En dan beginnen ze toch te poetsen, zeg. Die dingen, die glommen allemaal. Alsof ze er een kampioenstitel mee moesten winnen. Maar als u toch in die buurt bent, in Zwickau, ga kijken. Het is een leuk automuseum, bovendien met auto's die niet in elk automuseum staan. Horgen en Wanderer, dat zijn natuurlijk, ja, de meeste mensen zullen nooit van het merk Wanderer gehoord hebben. Laat staan dat ze ze gezien hebben. En dat is toch leuk om te gaan kijken. Dan gaan we nu over op de Trabant. Maar ik hoop zo, als ik het vergeet, moet je me even herinneren. Om ook iets te zeggen vanuit het Trabant perspectief over die collectieauto's die daar staat. Met name over een ontzettend leuk DKW sportwagentje. Dat je denkt, yo. Maar ik kom straks te spreken over het motortje wat erin zat. Halverwege de jaren 50 begreep, niet waar, denk aan het immense succes van de Volkswagen, waar ondertussen al miljoenen exemplaren van gebouwd waren. Een van de grote naoorlogssuccessen van de Duitse industrie natuurlijk. Begreep men in Oost-Duitsland ook wel, het politbureau zag ook wel in, zij moesten ook een autootje bouwen, een volksautootje. Hoe zouden ze dat moeten doen? En dat zou moeten gebeuren natuurlijk in die fabriek in Zwickau, de enige autofabriek die in de Oostzone terecht was gekomen. Daar werden ze onmiddellijk geconfronteerd met een enorm probleem, dat alle moderne machines die er stonden waren door de Russen al weggehaald. Want de Russen hebben natuurlijk in hun bezettingszone, die is volledig geplunderd van industriële goederen, waar de Russen overigens nooit iets nuttigs mee hebben gedaan, maar het feit was dat de moderne machines die er waren, waren er niet meer. Dus ze moesten in feite voor een eventueel product, een eigen volksautootje, moesten ze improviseren. Ze moesten geïmproviseerde machines bouwen. Ze zaten met nog een probleem, namelijk grondstoftekort. Want ze hadden net voldoende staal om, laten we zeggen, het dragende element van de carrosserie, het dragende element van het autootje te bouwen, maar niet om het autootje ook te beplaten. Daar was geen staal voor handen. Dus toen hebben ze geïmproviseerd en ze hebben ze de buitenkant van de Trabant bestaat uit duroplast. Duroplast is een soort bakkeliet wat versterkt is met textielvezels. Maar wat enorm sterk is, uit alle onderzoek blijkt het precies even sterk als staal. En heeft natuurlijk een heel groot voordeel boven staal. Al kunnen sommige mensen het ook als een nadeel zien. Het roest niet. Dus een Trabant die kun je 30 jaar aan een stoep zetten en staat in. Kan zijn dat het motortje geroest en wel eruit gevallen is. Maar de buitenkant die is er nog steeds. Dat is een beetje idee voor Kaag, hè? Met het vergelijken wat ze van de ChristenUnie deden. Met Europlast. Ja. Ja, nou, je zou kunnen zeggen, de Trabant was een sterk geïmproviseerd vervoermiddel. Hoewel die qua carrosserie in die tijd, 1955 werd die voor het eerst getoond op de autotentoonstelling in Leipzig. 2 jaar later kon je er ook eentje kopen. Maar ze moesten nog op een ander punt ook improviseren. We weten allemaal, de Volkswagen een prima 4-cilinder motor had, zeer betrouwbare motor. Maar zoiets hadden ze niet in de Oostzone. Ze hadden maar één motortje. En dat was het motortje, althans geschikt voor een betrekkelijk kleine en goedkope auto als de Trabant zou moeten worden. En dat motortje was afkomstig van DKW. En DKW had dat motortje in de jaren 30 op grote schaal gebruikt in diverse DKW-modellen. En dat motortje was het eenvoudigste motortje wat ooit in grote aantallen voor een auto geproduceerd is. Dat was namelijk een 2-cilinder, luchtgekoelde, 2-takt. Ik geloof dat een dergelijke, een 2-takt heeft natuurlijk veel minder bewegende delen dan een 4-takt. Als mensen niet begrijpen hoe dat zit, moeten ze dat even opzoeken in de Wikipedia. Zoekt u ook eens even wat op.
Dat is enorm leerzaam, want dan val je, je ziet altijd een ander artikel. Je denkt, oh, dat is leuk, dat wist ik helemaal niet. En dat ga je naar. En zo hol je dan eigenlijk encyclopedisch voort. Ja, dat was een piepklein motortje, dat was ongeveer 500 cc. Dat werd overigens dwars gemonteerd in die trabant. Als je de, hè, later bleek dwars gemonteerd voorin een geweldige revolutie te zijn. Maar nou, dit piepkleine motortje werd dwars gemonteerd voorin. En nou ja, ik had het net over dat enorm leuke DKW-sportwagentje. Wat daar ook staat in een museum in Zwickau. Ik denk, god, dat is echt een vrek leuk autootje. Traditioneel jaren 30 sportwagentje. Maar daar zat ook zo'n mini-motortje in. Hè? Ook zo'n twee-cilinder, twee-takt van 500 cc. Dus er staat erbij, maximum snelheid van dit geweldig leuke sportwagentje is 75 km per uur of zo. Dus dan denk je, ja, het was werkelijk roeien met de riemen die ze hadden. Er is dit ding kwam dus, zoals ik al zei, je kon vanaf 57 kon je zo'n ding krijgen. Maar de productie die was moeizaam. Je kunt overigens ook in het museum heel leuk zien hoe ze die duroplastpanelen maakten. Dat was ook grotendeels handwerk. Je ziet allemaal lui die bij het levensgevaarlijk, die randen moesten allemaal afgezaagd worden. Dan, misschien staat het ook op wel YouTube, dat weet ik eigenlijk niet. Dan zou je eens moeten kijken. Vanaf 57 kort ding krijgen, maar je moest jaren wachten voordat je er een kreeg. Je moest er een bestellen. En dan was geloof ik de prijs, die was navenant aan een jaarinkomen van een goed verdienende arbeider. Kortom, hij was verhoudingsgewijs gigantisch duur. Dat is die ook altijd gebleven. De wachtlijst is er ook altijd gebleven. En na een paar jaar hebben ze een iets ruimer bemeten type gelanceerd. Dat we zeggen, motorisch iets ruimer bemeten. Dat was ook 600 cc. Hier en daar werd er nog wel iets aan veranderd. Maar in feite is de Trabant geproduceerd tot het einde van de DDR. Met dien verstande dat eigenlijk heel treurig voor de Trabant, of voor die fabriek in Zwickau, in het allerlaatste productiejaar van de Trabant is er een Volkswagen motortje gemonteerd. Niet de luchtgekoelde VW-motor, maar een Polo-motortje van, ik geloof, 900 cc of zoiets dergelijks. Maar ja, dat was eigenlijk dat voor een Trabant al een ongekende luxe. Die ontwerpers en die bouwers van de Trabant, die hebben natuurlijk al die jaren keken ze naar het westen en hoe de autotechniek veranderde en hoe de modellen veranderden. En elke keer bouwden ze zelf weer een heel leuk van, dit zouden we ook kunnen doen. En die dingen zien er best leuk uit. Ze waren echt wel up-to-date. Ja, en dan gaf het politbureau dus geen toestemming. Ja, geen geld. Geen grondstoffen. In feite was het zo dat in 89... toen natuurlijk deze hele zaak plotseling ingestort is, de DDR totaal failliet was. Hoe ze het in godsnaam hadden moeten redden als het nog 10 jaar had geduurd of 15 jaar had geduurd, dat is een raadselachtige zaak. Van die Trabant zijn toch nog 3 miljoen exemplaren gebouwd. Dus dat is toch al met al, als je denkt dat het deels handwerk was, Is daar nog in die fabriek in Zwickau nog een aanzienlijke prestatie geleverd. Ze hadden geen lopende band. Nou, voor zover ik dat kon zien op dat filmpje bij die Duroplast-vervaardiging, dat leek mij geen lopende band. Nee. Overigens is nu in Zwickau verreweg de grootste werkgever is Volkswagen, want dat heeft daar een spiksplinternieuwe, reusachtige fabriek gebouwd. Dat is ook wel een beetje het verhaal van de DDR en West-Duitsland. Ja. Dat de DDR natuurlijk op werk vrijwel elk terrein hopeloos achterliep. Daarbij moet je natuurlijk zeggen, dit is allemaal waar en het politbureau deugde natuurlijk voor geen meter. En het was een dictatoriaal systeem waar iedereen beloerde, zoals je weet. Die Stasi die had tenslotte geloof 90.000 mensen in dienst. Plus dan nog de zogenaamde inofficiële mietarbeiter die ook nog meeloerde. Dus de kans dat je eigen echtgenoten, dat je gewoon zegt, ja, je zegt een keer, ik heb geen zin om af te wassen. En dan belden ze meteen de Stasi, zei hij deugt niet. Hij heeft gezegd dat Lonneke niet een rare, nou, bij wijze van spreken. Dat zijn verschrikkelijke systemen natuurlijk, echt verschrikkelijk. Hoe kwam ik op dit thema? Nu ben ik even de draad van het verhaal kwijtgeraakt, omdat het zo... Ja, dat ze ook...
ook natuurlijk het slachtoffer van de Koude Oorlog waren. Want zij waren niet bezet door fatsoenlijke, voor zover je alle Engelsen, Fransen en Amerikanen. Maar goed, de politieke systemen die hen in het Westen bezetten, waren fundamenteel anders natuurlijk dan het meedogenloze moordenaarsregime van die Bolsjewieken. En daar komt bij wat ik al vertelde, dat natuurlijk die Oostzone is totaal radicaal leeggeplunderd door de Russen. Daar kun je natuurlijk weer van zeggen van ja, moet je kijken wat de Duitsers in Rusland hebben gedaan. Dat is gruwelijk, met geen pen te beschrijven. Maar goed, daarvoor heeft het de DDR fors moeten betalen. Dus in die zin waren ook de uitgangspunten miserabel. Hè? Dus dat het zo'n raar autootje is, dat is voor een belangrijk gedeelte te danken aan het feit dat. Gek genoeg was die DDR eigenlijk nog een soort van, vergeleken met al die andere ongelukkige Oostbloklanden, nog een van de best functionerende landen. Ondanks dat gevangenissysteem. Het blijft gek dat een natie, want het was natuurlijk toch een natie geworden, ja, of het ook was. Want zij, wat was ook de officiële formule, was eigenlijk eine Nation, zwei Staaten, Bondsrepubliek Duitsland en DDR, die toch één natie waren. Als we nou iets gemerkt hebben na 89, dat het ook toch wel een beetje twee naties waren geworden en dat de restanten daarvan in feite nog steeds aanwezig zijn. Daar komt natuurlijk bij dat uit de DDR op grote schaal natuurlijk de hogescholen vertrokken naar het Westen. Hogescholen en de knappe vrouwen, zijn ze er altijd bij. Maar daar hebben we het volgens mij allemaal al breed uitgebreid over gehad. Dat is de geschiedenis van de Trabant. Een icoon wel, hè? De Trabant is een icoon. Je hebt ook tegenwoordig Trabantclubs. Dan moet het ja, voor mensen die masochisten zijn en zelfkwellers. Oh. Daar gaat mijn telefoon. Ja. Het is wel een plaag, die telefoon. Zeg. Ja. Ik dacht dat ik hem dus had uitgezet, maar ik heb het is voor de luisteraars wel leuk om te weten dat wij voortdurend gebeld worden. Ja. Ik zeg van zo. Ik heb ook wel eens iemand aan de lijn. Dat is dan iemand die dan mijn nummer ergens heeft achtergehaald. En die heeft dan een vraag over de podcast. Die begint een heel verhaal te vertellen dan. Tijdens de podcast? Nee, gewoon midden op de dag. Ik had laatst iemand vanaf de camping in Italië. Ja, en die hadden drie A4'tjes of ik dat aan jou wilde voorlezen. Dat is wel geestig. Over vaccinatiedwang. Het waren ook medisch specialisten. Oh, vaccinatiedwang. Oké. Okay. Ik zei, mail het maar eventjes. Dan kijk ik wel In Nederland helemaal geen vaccinatiedwang. Ja, dat beweren zij natuurlijk. Omdat je zonder vaccinatiebewijs niet naar binnen mag bij de nachtclub waar je heerlijk te midden van de superspreaders gaat dansen. En wakku. Ja, dat is allemaal natuurlijk te kinderachtig voor woorden. Ja, als je niet controleert, dan word je gesloten. Het is in overeenstemming met de regels dat er gecontroleerd wordt. Ik moet trouwens zeggen, ik had natuurlijk in Duitsland mijn gele vaccinatieboekje bij me. Ik wou eigenlijk overal gecontroleerd worden. Daar begrijp ik. Denk, dan moet ik dat boekje tevoorschijn halen. Heb ik het nu bij me eigenlijk? Dat ik het ook even aan jou kan laten zien? Nee, jammer genoeg niet. Maar het is twee keer gecontroleerd in een restaurant. Waardoor je echt, dan kun je dat trots tevoorschijn. Kijk, wat een meesterlijk geel boekje hebben we hier. Maar in het laatste restaurant waar we eten, was ik al bezig om het tevoorschijn te halen. Trots als ik ben op dit boekje. En toen zei die neur, laat me zitten, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Oh, en je hebt er nog zo hard voor moeten bellen. Ja, ik moest nog voor het gele boekje heb ik nog speciaal weer de vaccinatielocatie moeten opzoeken. Omdat ik die de eerste keer niet had gekregen. De Trabantclub, die had je. Ja, de Trabantclub. Ja, er is een Trabantclub. Dus dan. Het voordeel is natuurlijk dat, je kunt dat mechaniekje, dat is heel simpel. Dus dat moet je restaureren. Maar de Duroplast, die is voor de eeuwigheid. Ja. Ja. Dus pas als het zonnestelsel aan zijn eind raakt, dan zal het dan nog zal er her en der een trabantje staan. Maar het reed dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, niet fijn. Het was niet prettig om daarin te. Nou ja, de laatste keer dat ik in een trabant heb gereden was toen ik met mijn broer een programma maakte over 30 jaar val van de muur. En toen zei ik al tegen mijn broer, ik ga hier rijden in dat kleren ding. Het geluid alleen al. Het is, ja, wat zal ik zeggen? Het is net als knikkers in een koektrommel. Zo. Dit is typisch tweetakt geluid. Vroeger was het vrij normaal, maar het tweetakt is natuurlijk compleet verdwenen. Tweetakt is extreem onzuinig en vervuilend, want de tweetakt moet gesmeerd worden via de benzine die hij krijgt. De zogenaamde mengsmering. Hè? Shellina heette dat vroeger. Dat kennen denk de oudere luisteraars nog wel van de pomp, omdat hun bromfiets
Celina behoefde ten einde behoorlijk gesmeerd te worden. Dus ja, zo is de tweetakt is totaal verdwenen uit het dingesbeeld, hoe moet je dat zeggen, het straatbeeld. Overstond ook in deze fabriek een door mij zeer bewonderde auto, die ik altijd heb gevonden dat veel te weinig aandacht heeft gekregen in de autogeschiedenis. En dat is een DKW F9. Die dateert van eigenlijk dezelfde tijd als de Kever. En dat is eigenlijk een leuker model dan de Kever. DKW had ook een iets grotere tweetakmotor, een driecilinder. Die werd ook na de oorlog, ook in Nederland kon je nog DKW's kopen met zo'n driecilinder tweetak. Hij reed als een tiet dat ding. Ja, ik had een vriendin die zo'n ding had. Maar hij reed toch zonder al te grote problemen, reed hij 130, 140 op de grote weg. Mm-hmm. Ja. Dat wat toen, ja tegenwoordig, als je 130 rijdt, word je boom, hè, gepasseerd door iemand die dus 210 rijdt. Maar dat was toen niet. 140 was een hele vaart. Ik sprak gisteren trouwens iemand die de kubelwagen graag wilde hebben. Die kende de kubelwagen dus helemaal niet. En die wilde jou erover vertellen en die is dat dus gaan opzoeken. En die man zei, André heette hij. En zei van, nou, die kubelwagen, daar ben ik zo van gecharmeerd, die wil ik hebben. Hartstikke leuk ding. En dat komt natuurlijk omdat alle puur utilitaire auto's werken enorm op je verbeelding. Kijk, de meeste auto's, kijk even hier in de straat, die zijn allemaal vormgegeven naar de laatste mode van de autovormgeving, zou ik maar zeggen. Er staan wat oudere bij, dan kun je ook zien. Hè. Tegenwoordig kun je auto's moeiteloos dateren aan de hand van hun uiterlijk. Ja. Maar zowel de kubelwagen als de Amerikaanse Jeep, als andere utilitaire auto's, sommige vrachtauto's, zijn puur utilitair. Dat wil zeggen, niemand heeft ooit gedacht, laten we dat nou eens even een lekker vormpje geven. Nee, dat moest zo simpel mogelijk, het moest zo stevig mogelijk, moet zo goedkoop mogelijk. Ja. Daar kwam het op neer. Waardoor die auto's een heel apart soort charme hebben. Die de kubelwagen ook heeft. Hmm. Later heeft VW zelfs nog een soort van nep kubelwagen geproduceerd. Daar zou die kennis van jou misschien ook eens naar moeten kijken. Maar de kubelwagen zelf, ik waarschuw maar, heeft in de meeste, tenminste in de uitvoering waarin ik ooit heb gereden, heeft die kabelremmen. Dat betekent, de remmen zijn niet hydraulisch bekrachtigd. Ja. En dat ik moest plotseling remmen in mijn kubelwagen. En nou ja, er gebeurde geen reet. Ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Dat mijn voet de kracht zou moeten leveren om de kubelwagen tot stilstand te brengen. Dus het heeft geen haar gescheeld. Of ik had een relatief vroege dood gevonden in een kubelwagen in een sloot in de Achterhoek. Maar je moet dus je volle gewicht op de rem gooien. Zeg maar rustig, je volle gewicht. Ja, je moet er echt aangaan op jumpen. Maar hoe kon je erachter dan dat je dat moest doen? Ja, omdat ik eerst normaal remde. Er gebeurde niks. Er gebeurde helemaal niets. Hij minderde geen vaart, zal ik maar zeggen. Dus ik schrok me te takken, want ik moest naar links. En nou ja, op het allerlaatste, toen dacht ik, dan maar doordrukken. Maar het was een heel... Dat had niemand even gezegd van tevoren? Nee, niemand. Ze hadden wel gezegd van, dit was een goed exemplaar, zag er tip-top uit. Ze hadden geloof ik wel gezegd dat die eigenlijk 100.000 euro kostte, maar deze waarschuwing hadden ze niet gegeven. Oh, dat is wel een spannende vraag. Met welke gelegenheid zat je daarin? Ja, omdat ik ooit gedurende 2 jaar een soort medewerking heb gegeven aan een autoprogramma. Oh. Waar je dan zelf mocht kiezen wat voor auto's je een ritje in wilde maken. En dan gaf je daarna commentaar. Oké. Okay. We hadden nog één vraag die ging over die auto. Ik doe het even uit mijn hoofd. Die altijd in het zwart gemaakt werd, geproduceerd. En waarvan jij zei, ik heb een rood exemplaar. De T-Ford is ook zowel aan het begin van zijn carrière als helemaal aan het eind. Was die ook in kleur leverbaar. Ja, dat heb je heel duidelijk aangegeven. Je hebt ook gezegd, mensen die roepen dat niet zo is, die hebben ongelijk. Nou, er ontstond natuurlijk toch weer discussie op alle, weet ik veel, van mails. Mensen die het beter wisten. Ja, die zeiden, dat klopt toch niet. Zeker ik heb hier een linkje. Zeker van de Plas, van de BBB. Nee, ik denk dat die zich daar niet mee bemoeit. Oh. Dat die dat niks interesseert, heb ik het idee. Nee, maar er waren allemaal mensen die stuurden mailtjes. Kijk maar, Van Rossum heeft ongelijk. Het staat hier, dus we alleen maar één ja, kleur. Ja, het staat op allerlei plekken. Er is een hele goede studie naar de geschiedenis van de T-Ford. Dat is volgens mij bij Princeton University Press is dat boek verschenen. Een vrij bevattelijk boek, ook van redelijke afmetingen.
het interessante is over de kever. Is veel gepubliceerd. Maar dat zijn gigantisch dikke Duitse boeken. Ja. Vol met technische tekeningen. Eigenlijk voor zover ik het toen bekeken heb. Toen ik dat boekje over die volksauto's. Die populaire auto's schreef. Ja. Is vooral de kever. Daar is verreweg het meest over gepubliceerd. Wat je natuurlijk van de Duitsers ook wel verwacht eigenlijk. Ja, dan nog een andere vraag van Jelle Jan Pietersen, ook over de T-Ford. Hoe heeft de brandstofvoorziening zich ontwikkeld toen er opeens heel veel auto's geproduceerd werden in Amerika? Heeft dit zich aangepast aan de autoproductie? Of heeft de ontwikkelaar van de T-Ford rekening gehouden met de mogelijkheden op dit gebied, wil die weten? Nou, dat is op zichzelf wel een interessante vraag. Ja, raffinage heeft zich daar natuurlijk heel snel aan een groeiende behoefte aangepast. Vergeet niet dat die behoefte natuurlijk ook weer over een wat langere tijd groeide. De T-Ford zelf die is van 1906 aan de lopende band gebouwd vanaf 1910. Echt een massaproduct geworden in de daaropvolgende 10 jaar, dus daar was wel tijd voor. Wat de briefschrijver of de boodschapschrijver ook vergeet, en veel mensen, is natuurlijk dat wil een auto een effectief ding zijn, moet je een wegennet hebben. Ja. Een auto vraagt een totaal nieuwe en relatief prijzige infrastructuur. En er is aan infrastructuur in de Verenigde Staten tussen 1920 en 1935 meer geld uitgegeven aan de infrastructuur, door de overheden natuurlijk, dan aan de auto's die van die infrastructuur gebruik moesten maken. Het grootste bouwproject wat Amerika ooit heeft ondernomen is het Federal Highway System, waarvoor Eisenhower in de tijd het initiatief heeft genomen en wat de hele Verenigde Staten heeft voorzien van een vierbaans autowegennet. Wat er nog steeds ligt natuurlijk, wat op tal van plaatsen echt abominabel onderhouden wordt, kan ik je verzekeren. Wat ook na een flink regenbuitje staat er gewoon een meter water, met als gevolg dat mijn Ford Pinto plotseling de geest gaf. Zo ook zo vlot. Nou ja. Dit is niet bestemd voor de podcastluisteraars. Nee. Vierbaanswegennet. En wat de kwaliteit daarvan? Ja, in Amerika. Ja, ik heb daar wel rare dingen meegemaakt. Ik herinner me in de Panhandle van Texas. Zoek het even op de kaart op, dames en heren. De Panhandle van Texas. Ja, waar ik overvallen werd door een van die fantastische tropische regenbuien of onweersbuien die je in Amerika soms hebt. Ja, als je denkt dat Nederlandse onweer dat iets voorstelt. Nou, dat is echt peanuts vergeleken met een beetje een serieuze Amerikaanse onweersbui. Waar die energie vandaan komt. Nou ja. Ja, dus in no time stond er een, nou ja, kwam beter water. Het kan zijn dat ik het ietsje overdrijf. Maar het kwam er een grote trek op neer dat mijn Pinto de geest gaf. Dus daar stond ik. In the middle of nowhere. Er was in de verste verte geen bewoning, geen personen, niets. En hij had de geest gegeven. Dus ja, daar ging ik. Ik was natuurlijk wanhopig. Wat moet ik hier? Er waren geen mobiele telefoons. Ik had niet kunnen even bellen. Nee, dat kon allemaal niet. En van die gele palen langs de weg? Ja, maar goed. Tenslotte sijpelde het water. En eigenlijk binnen een kwartiertje was die enorme watermassa verdwenen. En toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik nog even wachten, heb ik ook gedaan, maar ik was dan eigenlijk vrij somber gestemd. Ik draai het, tenslotte na een half uurtje of zo, draai ik het startsleuteltje om en op. Hij sloeg weer aan en zodoende ben ik daar van dat ellendige punt weggekomen. Okay. Want Noord-Texas, dat is niet een plek waar je graag definitief blijft staan. Nee, je bent te schrik vrijgekomen. Dat kun je wel zeggen, ja. En Hitler heeft natuurlijk dat allemaal gekopieerd in Duitsland, hè, met de autobaan. Nee, dat is niet zo. Die autobaanontwerpen die lagen er al. Die waren afkomstig van de Weimarrepubliek. En de grote beginners met autobanen, vierbaans autowegen, waren de Italianen. Die waren daar veel eerder mee. Oh, die waren eerder mee? Ja, okay. De autobanen is niet een idee van Hitler. Dat het gerealiseerd is. En er zijn ook foto's dat je met zo'n schep langs de weg ziet staan. Ze weer een nieuw stuk gaan bouwen. Maar het idee is oorspronkelijk vanuit Italië afkomstig, bij mijn weten. Oké. Dan hebben we een meneer die heeft een film gestuurd van de allereerste autorit. Daar hebben we het ook over gehad. Van Bertha Benz. Ja. Op YouTube staat een filmpje. Is daar een foto van? Nou, een filmpje. The First Driver. Ik kan het even aanklikken. Dan gaan we. Dat is dus na de hand gemaakt. Dat is een
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat is gedramatiseerd, echt... zeker gezien deze muziek. 18-8, Kalb... Ja, dan moet ik even doorspoelen. Ja, dit lijkt niet de allereerste... Nee, dit is de kwaliteit is te hoog dat dit... Nee, want niemand wist natuurlijk dat het de eerste autorit zou worden. Nee. Het is natuurlijk wel, dat je ziet die Benz, die patentmotorwagen is het wel. Ja. Maar de patentmotorwagen die in het Mercedes-Benz Museum staat in Stuttgart, is een replica. Ja. Volgens mij is er geen originele patentmotorwagen over. Nee, en het is ook inderdaad een korte film die daarover gemaakt is, zegt hij. Dus, ja, het is wel curieus dat de eerste forse autorit gemaakt is door een vrouw met haar twee zoons. Mm. Dat blijft natuurlijk vrij lollig. Ja, even kijken. Dit is iemand die heeft een andere vraag. Nou, we kunnen hier nog even naar luisteren wat deze meneer wil weten. Beste Maarten en Tom. In de loop der jaren heb ik veel gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Wat ik me nog steeds afvraag is waarom de Duitsers met bijvoorbeeld bedrijven contracten afsloten... En ze betaalden voor diverse werkzaamheden, bijvoorbeeld NS. Dat vind ik haarstaan op het onvoorstelbare geweld, terreur en de dwangarbeid. Dankjewel, met vriendelijke groet, Gerrit-Jan Abelskamp. Ja, dat deden ze. Ze betaalden gewoon voor geleverde werkzaamheden. Of ze voldoende betaalden, dat kan ik niet zeggen. Maar ja, je hebt het gruwelijke voorbeeld van de Duitse spoorwegen... die voor de transport van Joden naar de vernietigingskampen... daar moet voor betaald worden... En dan wordt er wel gestipuleerd dat het om een enkele reis gaat. Dat is vrij gruwelijk. Maar het werd allemaal heel ambtelijk geregeld. Ja, de Duitsers werkten toch via regels en lijsten. En het moest allemaal op papier staan en officieel goedgekeurd worden. Ja, zo was het een beetje. Nog steeds. Ondanks die geweldsexplosie die natuurlijk inderdaad het Derde Rijk is. Wat dat betreft begint Schindlers List, die film... Dat boek is trouwens ook zeer de moeite waard. Je kunt kiezen wat je wil. Je begint natuurlijk met een van die medewerkers van Schindler. Dan zijn die mensen die zijn al bezig om in die trein te stappen naar het vernietigingskamp. En dan komt hij met die lijst. En ja, ik heb hier een officiële lijst. Leest hem voor. Die mensen moeten er weer uit. Dat is goedgekeurd. En nou ja, dat gebeurt. Ze stappen weer uit. En ja, je weet, Schindlers Juden, zoals dat heet. Die hebben het gered. Ja. Maar dat zit gewoon in de aard van de Duitsers. Ja, dat als iemand zegt, ja wacht eens even, we hebben hier een papier. Het zit de juiste stempels op en de juiste handtekeningen. Dus dat gaan we ook uitvoeren. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan nog een laatste. Op dinsdag 21 september heeft u in op 1 een interessante uiteenzetting gezet over het eind van de... hoe heet het, verzuiling, en wat daarvoor eigenlijk niet in de plaats is gekomen. Dat moest bij op 1 allemaal vlug, vlug, vlug. Maar kunt u daar nog een keer wat uitgebreider aandacht aan besteden? U spreekt met Rob Roordink. Nou, daar wil ik best wel eens iets over zeggen. Dat idee heb ik eigenlijk primair in deze vorm uit het boekje van waar we het over gehad hebben, Groter Denken, Kleiner Doen, van onze... Weet hij? Begin. De eerste formateur van het hopeloze... Jane Quilling, de eerste formateur van het hopeloze project. Maar ik moet bekennen dat ik al heel lang soms de verschrikkelijke gedachte had. Ik vond het zelf een verschrikkelijke gedachte. Want ik was natuurlijk helemaal geen voorstander van een verzuining. Wie als niet-gelovige was natuurlijk een voorstander van een verzuining in zijn klassieke vorm in Nederland. En dat ik... Ja, maar goed, ik ben toch dacht van, we hebben ook wel iets verloren met het verdwijnen van de verzuiling. En dat legt Jane Quilling naar mijn idee vrij overtuigend uit. Maar ik had al heel lang dat gevoel, we zouden eens moeten onderzoeken wat er precies verloren is gegaan met het verdwijnen van de verzuiling. En met het feit dat veel taken die uitgeoefend werden door verzuilde organisaties en die natuurlijk wortelden in... Laten we zeggen, het geloof en ook de sociale cohesie van specifieke Nederlandse groepen. De katholieken, de orthodox-protestanten, de iets vrijere protestanten, de socialisten enzovoort. Echte liberale zuil is het eigenlijk nooit geweest. Dat misschien
beter was dan organisaties die eigenlijk geen specifieke binding hadden, geen sociaal-culturele binding hadden, en waarbij de stad die diensten werden verleend door de staat. De staat die bovendien zichzelf natuurlijk, en dat was ook een onderdeel van mijn verhaal daar, in de loop van de afgelopen 20, 25 jaar, voortdurend zichzelf heeft verzakelijkt. Hè? Nee, dus de BV Nederland, zal ik maar zeggen. Een van de meest rampzalige ideeën die ooit over de politiek vaardig zijn geworden. En de BV Nederland hadden we er maar nooit aan begonnen. Ook omdat zulke goede reden dat Rutte had moeten vertrekken. Hij was ook bij uitstek toch ook degene die beleidsmatig voor die kleine slagvaardige BV Nederland stond. En daarmee is veel verlies geleden. Mensen zijn hun binding kwijtgeraakt. Kijk, je bent eerst natuurlijk hartstikke blij dat die klote verzuiling dat het afgelopen is. En dat meneer Pastoor dus niet op bezoek komt. Dat je derde kind geboren is van waar nummer 4 eigenlijk precies blijft. Want dan gaat heen en vermenigvuldigt u. Dat is allemaal mooi. Er zit ook in het einde van de verzuiling een element van bevrijding. Maar tegelijkertijd is er op sociaal-cultureel eigenlijk niets voor in de plaats gekomen. En dat is wat Cenk Willink signaleert. En dat is waar beter over nagedacht zou moeten worden. Hoe dat dan wel moet, dat is de grote vraag natuurlijk. Je krijgt die verzuiling in principe niet terug. Nee. En als je al iets in die richting zou willen doen, moet je natuurlijk wel oppassen dat je de nadelen van de verzuiling niet ook terugkrijgt. Maar daar zit een beetje het element in van we hebben het kind met het badwater weggegooid. Eigenlijk was ons hele politieke systeem sterk gebaseerd op de fundamenten van dat systeem waren de zuilen. En wie zou dat moeten onderzoeken? En nu waait de kiezer van links naar rechts en is in feite, ja, je ziet toch ook dat veel kiezers, elke pias die het op de televisie een tijdje leuk doet, die vinden ze interessant. En we hebben het gehad over al die verrekte messiassen die ons de afgelopen 20 jaar zijn opgediend, niet waar, van Pim tot mevrouw van de BBB-club. Dat geeft aan dat mensen geen binding hebben, niet goed nadenken, niet structureel iets begrijpen van wat politiek en samenleving eigenlijk zijn. Ja, dat elke kletsmajor die het lollig doet op de televisie, nou ja, denk aan de Verenigde Staten, waar ze bovendien wel een heel ongelukkig lot te loterij hebben getrokken met die verrekte Trump. Ja, want die is niet weg. Dat kan rampzalige resultaten hebben op de middellange termijn. Amerika is een instabiel land geworden. Een onbetrouwbare bondgenoot ook. Dus het is treurig genoeg. Mm. Ook in de Verenigde Staten zie je hoe sociale structuren zijn weggevallen. Met maatschappelijke ontwikkelingen, zeg maar. Die beginnen in de jaren 60, waarvan natuurlijk allemaal eerst dachten van, het is emancipatoren. Bevrijd, fantastisch, maar nu zien we ook dat er ook veel verloren is gegaan in dat maatschappelijke veranderingsproces. Mm. Er is nog één iemand die wilde vragen of jij een keer je periode in Amerika en Duitsland aan de hand van fragmenten of gebeurtenissen of anekdotes wil terughalen. Oh, dat wil ik best doen, ja. Ja, omdat je het, zeker Amerika natuurlijk, als je er voor het eerst bent, is het zo anders dan wat je ervan verwacht had. Dat dit is, maar goed, ik zal een voorproefje geven. Dat je komt dan aan op dat JFK. Een halve ruïne. Een slordige, vieze, ellendige luchthaven, kan niet anders zeggen. Ik heb altijd enorm de pest gehad aan die luchthaven. Die eerst die JFK heette natuurlijk maar anders. En ik nam een taxi. Ik ben altijd vrij goed financieel voorzien geweest bij mijn verblijf in Amerika. En ik nam een taxi van JFK naar het hotel in Manhattan wat ik geboekt had. Dus je maakt die hele rit van JFK, want dat zijn die morassen die daar een beetje rechts van Manhattan liggen. En dan zie je op een gegeven moment zie je de skyline. Ja, dan zie je de skyline en zo. Maar die rit, dit speelt zich af in 1974, in vroeger voorjaar 1974, toen ik daar voor het eerst was. Al die in elkaar gestorte fabrieken, wrakkenhuizen, niks geschilderd, alles even kapot, smerig, tweedehands, shabby.
Ja, daar was je niet op geprepareerd, omdat ik natuurlijk nog van een generatie ben die is opgegroeid met een enorm positief Amerika-beeld. Voor mij was Amerika de Saturday Evening Post die ik bekeek als jongetje in de leesportefeuille van mijn grootouders. Dat was Amerika en dan maak je kennis met de werkelijkheid. Bovendien in 1974 stond heel New York op het punt om failliet te gaan. De stad was eigenlijk failliet. De federale overheid wou ook niet bijpassen, zal ik maar zeggen. Dat was het absolute dieptepunt. New York heeft zich enorm hersteld. Eigenlijk van al die steden die toen in de versukkeling zijn geraakt, is New York de enige die zich echt hersteld heeft. Maar die rit zal ik mij eeuwig heugen, ja. En dan die malotige telefoonpalen. Hè? Dat je toch je hele elektriciteit, zijn telefoon net aan nogal wrakke palen meestal, dat je ook denkt als Nederlander, hè, want dat moet in orde zijn. En moet je een beetje nette palen zijn en zo. Standaard voor. Hoe vaak ik niet gedacht heb, wie zet daar nou daar op die plek een telefoonpaal neer? Want als die boom die ernaast staat en die ook al niet zo'n gezonde indruk maakt, omwaait, dan weet je dus dat in deze hele wijk 2 weken lang geen telefoon is. Ja, dat is natuurlijk met de mobiele telefoon sterk veranderd allemaal. Ja, zij zeggen natuurlijk altijd, ja, het is goedkoper dan wanneer je het onder de grond stopt. Wat ik op de lange termijn betwijfel. Ja, interessant. Jij moet zo, denk ik, afronden. Ja, ja. Wij moeten afronden. Ja. Wilt u afronden? Ja, dat zeggen ze dan, hè? Bij dat, ja, precies. Dat gaan ze vanavond ook weer zeggen. Staan ze met bloemen in de coulissen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, die druipen de bloemen. Volgende week vrijdag. Dan moet ik geloof ik naar God, naar waar ook weer. Iets in de Achterhoek volgens mij. Winterswijk volgens mij. Oh. Waarom ik niet zo idioot vroeg weg als nu. Nee, 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 nee. Nou, ik wens je een fijne rit en veel plezier daar. En ik rij niet zelf gelukkig. Nee, dat wordt, dat snap ik. Dat, ik zit heerlijk achterin te suffen. Heerlijk. Fijn. Nou, veel plezier in ieder geval. Ja, het is het begin van het theaterseizoen. Ik had nooit gedacht dat het nog eens een keer zou komen. Ja, ja, ja. En dat het dan bovendien in Stadskanaal is. Ja. Ja, het zijn wel de. Maar je bent ook nog in de grote steden, hè? Ja, in totaal zijn het 21 of 22 theatervoorstellingen die heel gevarieerd over het land. Ik kom echt overal in het land. Maar denk je nou nog na over wat je gaat? Of ga je daar gewoon staan en denk je, nou, hier ga ik het dus over hebben? Ik weet zo'n beetje waar ik het over ga hebben, maar hoe dat loopt. En het is altijd heel sterk afhankelijk van de lokale situatie. Maar het kan ook iedere keer anders zijn. Het is niet zo dat je iedere keer hetzelfde repertoire hebt. Vaak hoe het is om in Stadskanaal te wonen. Of ze daar misschien ook aardbevingen hebben. Oh, er is trouwens nog één vraag, dat was vergeten. Nu je het over theater hebt, iemand anders die vaak in het theater staat, Joep van het Hek. Heb je ook wel meegekregen wat hij over jou had gezegd, of niet? Ja. Dat hij zei, ja, je moet Maarten van Rossum maar bellen, want die komt toch altijd wel. Ja. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat is van een kinderachtigheid waar ik verder niet op wil reageren. Oké, dat is ook duidelijk, ja. Werkt dat, er komen auto's van boem. Dat je denkt, is dit in godsnaam? Laat een recensie achter op Apple Podcasts. Altijd leuk om te horen wat je van de podcast vindt. Berichtje erbij mag ook. En je mag altijd een leuk bericht ook op social media plaatsen. Dankjewel.